Ik probeer er ook een grapje van te maken. Um, um, uh, maar u had het net over Katy Piri. die bij die democratische uh, conventie aanwezig was. Uh, Katy Piri was gisteren ook nog in het nieuws. Namelijk dat ze zich ontzettend aan het opwinden was over een brief. Een brief van een paar leden van uw partij. Uh, en van uh, GroenLinks. Uh, die, u, uh, die twee partijen probeert samen te smelten. Uh, op uh, de een of andere manier. Namelijk uh, leden die uh, uh, eisen dat u uh, het bestaan van Israël ontkent. Uh, en uh, uh, het bestaan van Hamas erkent. Uh, en daarvan zegt zij: Sorry, maar dit is, gaat mij echt tien team, bruggen te ver. Wat is uw opvatting hierover? Uh, wat belangrijk is, is de opvatting van onze partijen. En die hebben we geuit bij de verschillende congressen die we hebben gehad, bij de verschillende verkiezingsprogramma's die we gezamenlijk hebben vastgesteld. En daar is grote eensgezindheid dat wij voor een twee-staten-oplossing zijn. Uh, plus nog een aantal andere uh, uh, zaken die wij graag in gang willen zetten om daartoe te komen. Uh, en daar heeft Katty uh, Piri helemaal in lijn met uh, de meerderheid van de leden gereageerd. Dus u vindt ook dat Hamas een terroristische organisatie is en dat het bestaansrecht van Israël niet ter discussie hoort te staan? Uh, ik vind uh, wat er door de leden is vastgesteld en dat is echt een hele grote. Maar ik citeer haar wat dus zij dit heeft is gezegd. Ja, precies. En dit is maar, het is maar een klein clubje he, wat uh, deze brief heeft geschreven. Zij heeft daar adequaat op gereageerd. Precies maar u bent het dus met haar eens. Ja, ja. ja, zeker. Ja. Is er dan eigenlijk wel ruimte voor dit soort leden bij u in de partij? Die dit vinden, die vinden dat Israël geen bestaansrecht heeft? Er is altijd ruimte voor uh, inhoudelijke discussie binnen de partijen. En uiteindelijk komen wij tot een overeenstemming. Dat hebben we bij de Tweede Kamerverkiezingen gedaan. Hartstikke mooi verkiezingsprogramma. Bij de Europese verkiezingen. Hartstikke mooi verkiezingsprogramma. We hebben allerlei moties op de congressen aanvaard. Ja. Waarin overeenstemming is. En dat is waar de partijen achter staan. Uh, mensen kunnen daar anders over denken. Maar dit is wel het partijstandpunt. Maar is er ruimte binnen de Partij voor Leden... die een door de Europese Unie en ook door Nederland... als terroristisch aangewezen organisatie zoals Hamas de hemel in prijzen. Er is altijd ruimte voor discussie in Ook de partijen. Ook als je terroristen maar... de hemel in prijst? We hadden het maar... net over 9-11 bijvoorbeeld. Het gaat, er is ruimte voor discussie in de partijen... en het standpunt is wat uiteindelijk door de leden... op de congressen wordt vastgesteld. En daar is, er, daar is eigenlijk geen, heel, heel weinig misverstand over. U denkt niet, ik ga ze roaieren... Uh, royeren is best een uh, complex en uh, ingewikkeld proces. Uh, dan moet je uh, allerlei bewijzen aandragen. Uh, ik ben daar niet zo van. Ik ben voor uh, de leden die uiteindelijk een standpunt innemen. En dat standpunt is eensgezind. En dat heeft Katie Kiri gisteren nog een keertje geuit. En daarmee is het prima. Maar je plastic toch wel de partij keeper? Ik doe geen uitspraken over individuele leden. O ja, Dat heeft hij zelf al gedaan, toch? D dat weet ik niet. Is hij nog daar lid? Dan? Zeg ik, daar is, daar, ik doe geen uitspraken over lidmaatschappen van individuen. AVG redenen be, belemmeren mij om dat te doen. Oh, Jesse Klaver is wel lid van uw partij. Als hij dat heeft gezegd, dan is hij dat. Ja, dat heeft hij gezegd. Maar dat weet u toch ook, of niet? Ja, maar nogmaals, ik, 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 de AVG belemmert mij om u inzage te geven in ons overigens indrukwekkend groeiende ledenbestand. Ja, Want uh, we zitten op, op bijna 46.000 leden. Ja, maar komt het ook niet omdat mensen die lid waren van de GroenLinks opeens ook lid zijn van de Partij van de Arbeid en vice versa? Deels, maar ook een groot deel van de nieuwe leden ziet uh, het nieuwe kabinet aantreden, maakt zich zorgen over de toekomst van het land, wil ja. oplossingen, wil hoop, wil optimisme, wil vertrouwen ja. en sluit zich daarom aan als nieuw lid bij de partij. Ja, bij welke partij eigenlijk dan? Ik ben voorzitter van de Partij van de Arbeid en er zijn ook mensen die zich aansluiten bij GroenLinks en ik heb geen inzage in het ledenbestand van GroenLinks. Nee, maar dat wilt u wel, dat wil zeggen uh, over en weer, want u wilt fuseren. Wat wij willen is dat er een besluit wordt genomen. En dat besluit wordt door de leden genomen. En dat doen we in 2026. Uh, we gaan een heel participatietraject met de leden door. Ja. En dan valt er een besluit over hoe ja. verder in 2026. Maar het, 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 de politieke leiding heeft toch aangegeven dat we dat, bedoelde, dat is het niet voor niks dat de Kamerfractie nu één geheel is geworden. Dat jullie met gezamenlijke lijsten verkiezingen in zijn gegaan. Bij de Europese verkiezingen zelfs ook. Hoewel die fracties vervolgens weer in tweeën uit één willen, omdat ze lid zijn van een andere politieke fractie... Familie daar in dat Europese parlement. Maar, maar u, u staat er toch niet blanco in? Ook dat is door de leden. U uh, oh, hebt we zelf hebben... een opvatting over deze kwestie. Zeker, zeker. Maar we hebben aan de leden voorgelegd. Willen jullie gezamenlijk de Tweede Kamerverkiezingen in overgrote steun? Willen jullie gezamenlijk de Europese verkiezingen in overgrote steun? Ik verwacht dat er heel veel steun is om nog nader tot elkaar te komen. Ik ben super trots op de gezamenlijke fracties die we op verschillende plekken hebben. Uh, maar uiteindelijk zijn wij wel ledenpartijen. Er zijn ook andere partijen die geen leden hebben. Is ja. misschien best makkelijk af en toe. Ja. Uh, maar wij zijn wel ledenpartijen waarin we steeds in grote meerderheid zien dat er veel steun is voor de samenwerking en dat juichen wij toe. Ja. Maar ik vraag naar uw mening. Als het aan u ligt, gaan die twee partijen dan ook, laten we zeggen, als politieke partij fuseren, niet alleen als fractie, maar ook als partij? Als voorzitter heb ik het proces te bewaken. Dat is de rol die ik heb. Mm -hmm. En moet ik er zorgen dat de leden in een rechtvaardig proces zitten? Het klinkt heel saai, hè? Nou ja, ik vraag het uh, ook het is omdat er in verschillende gemeenten, wel bij. We, 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 in, in een aantal grote steden, is er natuurlijk ook wel verschil van inzicht tussen de, de lokale leiders van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Vandaar dat ik het toch maar even vraag nu ik u uh, toevallig, uh, nou niet heel toevallig, maar uh, toch uh, op deze uh, woensdag aan de lijn heb. Nou, wat uh, op lokaal niveau gebeurt, is dat ook daar, lokaal, de leden uitspreken hoe gaan we nu verder? Juist. En er wordt wel eens gezegd van nou, in Amsterdam gaat allemaal moeilijk. Maar in Amsterdam komt gewoon het besluit. We gaan een gezamenlijke fractie vormen na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Okay. Hoe groot is die stap? Ik zie grote eensgezindheid. Het is ja. hartstikke complex waar we mee bezig zijn, historisch belangrijk. Maar hoe goed is het en hoeveel steun is er wel niet hiervoor? Heb u katten eigenlijk? <laughs> nee, en ik ben ook niet alleen staand. Uh, ik heb twee honden. En...